We zijn vandaag het Daniel de Hoed golftoernooi aan het organiseren. Dit jaar hebben we het gedaan om uiteindelijk onderzoek naar hersentumoren te ondersteunen. Ja, het is vanuit de Daniel de Hoed Erasmus MC Foundation. Dus wij vonden dit een waanzinnige manier om de samenwerking te ondersteunen. En de organisatie dat wij die mogen doen voor Erasmus is natuurlijk eigenlijk al een feestje. Ja, het is natuurlijk een bewezen concept dat golven veel geld kan genereren voor het goede doel. En de eerste keer dat ik meedeed met Daniel de Hoed, ja, was voor mij wel echt een eye-opener om daarin te investeren. Dat vind ik echt een heel mooi concept. Zo, ja. Ik ben gespecialiseerd in catering en ik vind dat baancatering een stukje toegevoegde waarde kan zijn bij een golftoernooi. Het is voor de bedrijvigheid is het gewoon goed dat mensen goed gevuld zijn tijdens het golven. Ik zou willen meegeven aan ondernemers in Nederland, gewoon schrijf hier en doe lekker mee. En weet je, dit is echt de gelegenheid om te netwerken en mooie dingen met elkaar te bereiken voor het Kankerfonds. We hebben vandaag heerlijk gespeeld. Ik had drie goede relaties bij me. En het mooie van het spelletje is dat als de ene iets minder speelt, dan doet de andere het weer beter. Dus het is echt... het motto van MKB Rotterdam Rijnmond, samenwerken. Nou, dan komt in dit spelletje echt fantastisch op uit. Ja, nou, dat is een van de veiling is een van de redenen dat we zelf hier ook bij betrokken zijn. We hebben ook een aantal kavels geleverd. En het is altijd wel leuk om niet alleen te kijken of dat die voor goed geld weggaan, maar ook om zelf nog hier en daar je hand op te steken. En, ja, te kijken of je een mooie kavel mee kunt nemen en de prijs een beetje op te drijven. Wat ik de ondernemers mee wil geven is dat ze hier fantastisch kunnen golven, kunnen netwerken op een mooie uitdagende baan hier in Brielen. En dat wij ze verrassen met de meest mooie culinaire items. En zeker niet te vergeten het glaasje rosé. Yeah.